Oké, nou dan staan we op de brug van het schip samen met de kapitein. Ja, hoi. Hi. Ik zie alleen maar zee om me heen. Merk het vaststellen waar we nu zijn. Ja, we zijn net de diepwaterroute overgestoken van de Noordzee onderweg naar de KR5. Wat is een diepwaterroute? Een diepwaterroute is een verkeersscheidingsstelsel waar de grotere schepen, grotere tankers en dergelijke in begeleid worden over de Noordzee. Okay. Dus die kunnen die route volgen. Je kan het vergelijken met een snelweg eigenlijk. Mm-hmm. We zitten nu dieper op de Noordzee. Daar komen alle grotere tankers meer naar voren. Oké, ja, ik dacht dat dit schip al groot was, maar... Nee, dit is een klein schip vergeleken met de grote olietankers die hier op de Noordzee waren. Oké, en die hebben een eigen route? Die hebben een aangegeven route, dus een aanbeveling. Ze hoeven het niet te volgen, maar de praktijk leert dat ze daar wel in blijven, ja. Oké, en waar zijn wij naartoe op weg? Wij zijn op weg naar de K5-platform. We komen net van de K14, ja. Die is van de NAM. Daar hebben we net metingen verricht. En we komen zo meteen nog langs de K8. Daar gaan we ook nog even een kleine snelle meting doen. Ja. En daarna gelijk door naar de K5. Oké, en die K8 die kunnen we al zien liggen daar, of niet? Ja, dat is het K8 veld. Je ziet de twee platformen, de FA2 en de FA3. Ja. En volgens mij gaan wij bij de FA3 willen ze nog twee metingen doen. Dat is het plan. Normaal gesproken doe je dit niet. Nu staat er maar één trailer met wat meetapparatuur aan boord. Hoe gaat een normale tocht? Normaal krijgen wij deklading mee of bulklading. Dat gaat in tanks. De deklading staat buiten achterop in containers. Ja. En hebben wij een aangegeven route gekregen van de klant. En die gaan wij af op de Noordzee. Eigenlijk ben je gewoon de jumbo, zou ik maar zeggen, die langs alle platformen gaat om zijn spullen af te leveren. De pakketdienst. Ja. En het verschil daarin is dat we nu niet dicht bij het platform komen, waar we normaal gesproken wel gewoon op 2 meter afstand van het platform komen, om die containers van het dek af te laten hijsen. Dat is een beetje het. Nu blijven we de zogenoemde 500 meter zone van het platform blijven we nu buiten. Dat is een soort veiligheidszone. Dat is een aangegeven veiligheidszone waar niemand, ook gewoon niemand zonder toestemming binnenin mag komen. Okay, ja. Wij vragen daar toestemming voor. Die krijgen we ook, want ze weten dat we komen. Ja. Dat gaan we nu niet doen. Nu blijven we daar buiten om die metingen te verrichten. Dat is eigenlijk het enige verschil. En nog eens 500 meter nog best wel dichtbij voor een leek. Ja. Ja, we hebben er straks een aantal platforms gezien. Dat was behoorlijk dichtbij. Ja. Maar normaal gesproken liggen we daar op 1 meter of 2 meter afstand met zo'n mooi weer vanaf. Oké. Okay. En qua varen, zijn er dan ook nog specifieke dingen nu met dit onderzoek? Nee, niet betreft. Wij volgen eigenlijk gewoon de instructies op van de mannen die de metingen moeten doen. En die varen een bepaald patroon en dat volgen wij ook. Dat zij vertellen, nou we moeten nu weer de andere kant op, dan draaien we weer om. Oké, okay. Wat voor soort patroon is dat dan? Zigzagpatroon kan je het eigenlijk noemen. Dat, ze beginnen op een verre afstand van een mijl en dan gaan we steeds verder een soort van slang maak je, een soort snake. Okay. Omhoog, dichter naar het platform toe. En kan dat vanuit iedere richting of moet je rekening houden met bepaalde dingen? Wat zij graag willen is dat we beneden winst van het platform, want ze meten de methaangassen, die komen natuurlijk aan de leizijde, zoals ze dat noemen, van het platform vanaf. Dus daar zitten wij ook. En de stroming houden we ook nog in de gaten. Maar dat hoeft niet altijd tegelijk te zijn met de wind natuurlijk. Dus ze gaan eerst de leizijde van de wind meten. En daarna gaan ze, om het methaan in het water te meten, gaan we bekijken waar de stroom vandaan komt. En dan varen we daar ook nog een S-patroon.